Welkom in het programma Wonderen Vandaag. Ik ben Simon en ik zit hier met Adi. En vandaag, Adi, gaan we praten over... Handelingen 27 is een heel mooi verhaal. Ja. En een heel mooi voorbeeld over mensen die voelen dat ze in de... weten dat ze in de wil van de Heer zijn. Maar alles gaat verkeerd. Ja. Het praten over Paul, hè? Mm-hmm. Die was gevangen genomen. Ja. Ja. En hij moest naar Rome toe. Rome. En hij moest. Wel, hij moest daar voor die Caesar komen voor rechtspraak. Rechtspraak, ja. Zo, hij was een gevangene op dat schip. Ja. Zo, ze waren op weg naar Rome op een schip. En toen waren ze bij een eiland, Creta. En ze zeiden, laten we hier maar overwinteren. En toen zeiden ze, nou, er is een goede wind hier, het gaat fijn, we gaan door. Ja. En eigenlijk tegen hun eigen goede denken in gingen ze door. Nou, er waren heel wat mensen op het schip, ik weet niet meer hoeveel, maar over de 200. Ja, 270 geloof ik. Over dat many? Ja. Zoveel? Ja, ik geloof dat. Nou, dat schip kwam in een storm terecht. Dat was een noordoosterstorm. Ja. Dat was erg. Ja. En dat schip begon heen en weer te dobberen als een kleine notendap in het water. Het was niet mooi meer. En die mensen begonnen ze begonnen bang te worden. En die kapitein die dacht erover van nou, als het zo erg wordt, dan moeten we die gevangenen maar doodmaken. Want ze maken het niet naar Rome toe. Het werd zo erg. En toen gebeurde er heel wat moois. En ik denk dat jij wel weet wat het was. Want de Heer die was op, kwam op het toneel. Daar. En die kwam in de vorm van een engel, sprak hij tot Paulus. Wat mooi, hè? En hij zei, vannacht heeft er een engel bij mij gestaan, een engel van God, aan wie ik toebehoor en die ik dien. Paulus, zei hij, wees niet bang, u zult voor de keizer terecht staan en ter wille van u zal God ieder hier aan boord in veiligheid brengen. Heel vaak willen wij onze eigen boontjes wel even opknappen. Wij weten wel hoe het beter moet allemaal, hè? Maar als wij beginnen dingen over te geven aan de Heer. En niet weer terugnemen. Niet zeggen, oh ja, ik weet wel, ik moet het overgeven aan de Heer en dan nemen we het weer terug. Nee, je laat het bij God. Je weet dat je weet dat je weet dat je in de wil van God bent. En nou weer terug te gaan naar... Ja. 27. Hier is een man die is in de wil van God. Ja. Hè? Ja. Nou, er zijn mensen die hier vandaan naar het programma zitten te zien. En die geloven dat ze in de wil van God zijn. Mm-hmm. Maar dingen gebeuren er in je leven. Hè? En dan denk je, nou, hoe kan dat nou? Maar als je begint te begrijpen dat alles is ordeend bij de Heer. Als je daar begint te geloven en dat je de Heer prijzen kan. Er is iets dat God werkt in jou. Ja. Ja. Hè? Ja. Soms dan weet je dat niet waar hij mee bezig is in jou. Hè? Nou, je kunt het, maar als jij dat overgeeft aan hem, dan geef je hem de vrijheid om dat te volbrengen. En niet alleen op dat zien. Om dat te volleindigen. Ook in deze boot, met al die prisoners, hè, 270, laat zien, ik geloof dat er, het zegt hier 37, we waren in totaal met 276 mensen. En nadat wij hadden gegeten, maakte de bemanning het schip lichter door de lading graan overboord te zetten. Zo, ze gooiden alles dat, dat was zwaar overboord. Dat maakte het schip licht. En toen het goed en wel licht was, herkenden zij de kust niet. En ze zagen wel een inham met een strand. En wilden proberen het schip daar aan de grond te laten lopen. Mm-hmm. Maar, nou ja, je kent het hele hoofdstuk wel lezen. Lezen, ja. Ja. Maar hier van dit, maar 42 het zegt, om te voorkomen dat sommige gevangen naar de kust zouden zwemmen en ontsnappen, wilden de soldaten hen allemaal doden. Mm-hmm.
Zo soms in het leven, als dingen gebeuren, dan komt de boze en die wil wel even dingen stukken maken. Die zegt, je gaat nergens heen. Ja. En niks gebeurt, dat zou even veranderen. Maar God is altijd in controle. Want God heeft altijd iemand die zegt, Ja. Want later aan het zegt hier, van, maar de officier, het zegt de 43, verbood het, omdat hij Paulus wilde sparen. Nou, waarom wilde hij Paulus sparen? Want God had ordeend dat hij voor Caesar kwam te staan. Dat was zijn destination. Zo de Heere gebruikte deze officier. Ja. En dan staat er, de laatste zin zegt, en ze kwamen allemaal veilig aan land. Aan land. En dan zie je weer dat de wil van God was gedaan. Je ziet het, die omstandigheden waar ze zich bevonden waren niet rooskleurig, weet je maar eerlijk. Dat was een groot probleem. Ja. Maar de wil van God ging door. Ja. En niet alleen dat, hier naar Paulus had ook wel zeggen, nou ik ben helemaal verkeerd hier. Hè? Ja. Hoe kom ik hier nou op het schip? Het lijkt wel net of als we hier allemaal ondergaan. Nou de Heere heeft mij gezegd dat ik naar Caesar zou gaan. Ja. En hoe kom ik hier nou terecht in het schip met al die wilde golven en daarnaast binnen we dood en geen een wil naar mij luisteren? Ja. Nee, toen zag je wat er in Paulus zijn hart was. Net als bij ons, dat er dingen gebeuren in ons leven. Ja. Wat komt er uit ons hart? Ja. Wat is in daar? Ja. Het is nou niet dat God dat niet weet. Nee. Maar soms is het mooi dat wij het ook weten. Hè? Nou, daarom, heb jij wel eens... daarom neemt hij je erheen. Het is een wijnpres. Yes. Weet je wat, Simon? Soms kan je wel eens zeggen van, oh ja, wat well, dit en dat met mij gebeuren zou, dan zou ik heel rustig onder zijn, want ik ken de Heere. Ja. Maar als dat in dit er gebeurt, wat komt er dan uit je hart? Ja. Dat is het. Ja. Ben jij rustig dan? Ja. Ken jij het overgeven aan de Heer? Ja. Is God je houvast? Het is een vers, dat vond ik vroeger altijd zo mooi, dat zegt, een vaste burg is onze God. Ja, van Martin Luther. Ja. Ja, prachtig zo. Prachtig lied. Nou, is een God ding. Je vaste burg? Ja. Ja. Het is heel gemakkelijk om te zeggen van ja. Maar als ik getest word, dan ziet er wat is in je hart. En zo in het leven, het maakt niks uit als je de Heer nou kent of niet. We gaan allemaal daar doorheen. Dingen gebeuren er in je leven. Ja. Ja, maar je moet altijd je ogen aan Jezus houden. Mm. Je weet waar je heen gaat. Mm. Ja. En als jij weet in je hart, ik ben hier op het goede plak. Dan kan je de Heer gewoon geloven en prijzen en dan kan je die rust ervaren in je hart. Want iedereen wil dat graag hebben. Dat is waar. Dat is waar. Huh? En dat hoe waar. Krijg je dat? Overgave. En te vertrouwen in de Heer. Het deed me denken aan dat verhaal van die man en die had een droom. En hij droomde dat hij iemand zag. Er waren allemaal grote stenen daar. En die man die had een hele grote hamer en die begon die stenen op die steen te slaan en die steen die spatte uit elkaar. Maar die man die was zo speciaal, die kon door die stenen heen zien en hij zag dat er waren goud en zilver aderen in die stenen. En toen nam hij die stukken de stenen op en die deed hij in een pot. En die pot die zette hij op het vuur. En hij begon die stenen zo heet te maken dat ze waren gloeiend heet en dat zilver en dat goud kwam uit die stenen weg. En er was aan de top daarvan, er was, ik weet niet hoe je het noemt, dross, noemen we het in het Engels, hè? Dat begon naar boven te drijven, hè? En dat schepte hij eraf en dat gooide hij weg. En toen nam hij die blaasbalg en hij maakte het vuur nog heter. En toen werd het zo heet en toen keek hij in die pot. En toen kon hij het spiegelbeeld van zichzelf in dat goud en in dat zilver zien. En toen zei hij,
het is klaar. Hij maakt ons in zijn spiegelbeeld. Nog steeds. Paul ook. Hij was ook een blessing voor de mensen aan de boot. Ja. Hè? Ja, absoluut. Hij encouraged them. Ja. Hij zei, gaan eten. Ja. We komen allemaal terecht. Ja. En ze luisterden naar hem. Ja. Want God gaf hem favor met de mensen. Ja. Ja. En zo is het met de ieder van ons, op ons werk, ja. Waar we ook maar zijn, in ons gezin, ja. Wij kunnen een blessing wezen. Ja. Hè? Ja. En ook al is alles, gaat verkeerd om ons heen, want ik hoorde een keer, niet zo lang geleden, van een jonge man en hij zegt van, nou ja, ik werk op het werk en hij zegt, er zijn een hele hoop mensen, de meesten kennen de Heeren niet. Nee. En ze maken allemaal verkeerde beslissingen en er is niks dat ik doen kan. En ik weet niet, als ik nou wel in de wil van God, want ik moet altijd luisteren en ik moet altijd doen wat ze van mij zeggen. Ja. Maar als je dan, wat if mijn baas maakt de verkeerde beslissing, ja. Hè? Ja. Hoe is dat dan met mij? Ja. Maar als je dan dit verhaal leert van Paulus, wel, dat is helemaal geen probleem. Want nee. God kan iedereen gebruiken. Ja. En als God die situatie omdraaien wil, dan doet hij dat. Ja. Hij kan in ieder gebruiken. Ja. En je kunt een blessing wezen waar je bent. Als je nou een vrouw bent of een man, je kunt een blessing wezen in het huis en je kunt een blessing wezen uit je in je werk. Ja. En dat niks gaat verkeerd, want God is aan de troon. Ja. Als jij de Heere kent. Ja. Hè? Ja. Zeggen we als pawns in de handen van andere mensen, maar we zijn de Heeres. Ja. Hè? Ja. Wij hebben niet iedereen nodig zodat ons leven van A naar B gaat. Nou, we moeten onze ogen op de Heere houden. Ja. Want Hij is degene die alles meewerkt ten goede voor ons. Ja. En Hij bestuurt alles. Mensen die misschien eerst niet goed over je voelen. Ineens ben je ze aan je zij. Ja. En je weet niet waarom, maar het is de Heer. God geeft je favor. Ja. Hè? Ja. Ja, dat is prachtig. Absoluut. En dit is ook zo'n mooi verhaal eigenlijk, want je ziet hoe Paulus daar geleid wordt door de Heer in eigenlijk hele vreselijke, moeilijke omstandigheden. Ja. En ik weet niet wat uw omstandigheden zijn, maar ik denk niet dat u gevangene bent op een schip. En zelfs als dat zo is, dan is God nog steeds uw leidsman. Ja. En dat is God gaat met je. God gaat met je. Ja. En dat is juist zo fijn, dat God die weet het einde van het begin en het begin van het einde. Ja. En die weet precies hoe Hij die omstandigheden moet maken voor jou, ja. om op het plaats te komen die Hij als jouw, ja, als jouw destination heeft, weet je wel. Ik ja. bedoel, daar wil hij dat je heen gaat. Ze zeggen wel eens, maar je neemt één dag het... At a time. At a time. Eén dag per dag. Per dag. Ja. Nou ja. Dat is goed, hè? Ja. Maar er zit wel wat in. Wat dat betekent is, je moet niet zo over de dingen in zitten van morgen. Maar vandaag is een mooie dag. Vandaag, God heeft onze dag gegeven. Ja. En het maakt nou niks uit wat er vandaag gebeuren gaat. Als jij je hart aan de Heer gegeven hebt. Mm-hmm. En je zegt, God, doe met mijn leven wat je wilt. Dan God gaat je leiden. En hij zal alles te goede maken voor jou goed. Ja. Dat doet Hij. Ja. Daar ben ik zeker van. Ja. Want alle dingen werken ten goede voor degene die God lief hebben en die gecalled, die geroepen zijn door ja. Hem. Ja. Hè? Ja. En ik geloof dat jou en ik en al die mensen die hier vandaan naar het programma zitten te zien, die zullen dingen ervaren in hun leven dat je zegt, nou God, weet je wel waar ik ben vandaag? He? Want ik weet dat ik daarheen moet, maar moet je nou zien waar ik nou terecht gekomen ben. Ja. Maar God weet ervan, dat is wat we vandaag proberen te vertellen. De Heere weet het. En ik geloof, Simon, dat als wij God soms zet je in een plaats dat jij een blessing kan wezen voor de mensen om je heen. Mm-hmm. En als je dat begint te zien, he? Dat je zegt, God, nou wat is het wat u van mij wil? Ja. Like Paulus ook, hij was een blessing voor die mensen. Wel, soms dan ben jij de enige Bijbel die mensen kunnen lezen. Ja. Je bent de wandelende Bijbel. En, ja. in die zin, dat is het enige wat de mensen zien. Ja, hij is iemand die gelooft in God. Of zij ja. is iemand die gelooft in God. Hè? En
Ik weet nog wel, ik had het op mijn werk toen ik bij de baas werkte, Adi. En als ik binnenliep, als ik binnenkwam, dan als ze van die lange verhalen hadden, een rare verhaal of zo, wat dan ook, hè, dan stopten ze. Want ze wisten dat er een verbinding was tussen mij en God. Zo, daar liep een Bijbel binnen, een wandelende Bijbel. En ik preekte niet tegen hem. En ik zei, ik hoefde niks te zeggen. Maar ze wisten dat dat niet goed was wat hun deden. En dan stopten ze ermee. Omdat ik binnenkwam. Ja. En dan kan je wel zeggen, wel, je hoeft niet een heilig boontje te zijn op het werk. Wel, ik zou je dit vertellen. Mensen die kwamen bij mij als ze problemen hadden. Dus ik kan een keer met je praten. Mensen kwamen bij me als er iemand ziek was in het gezin. Ja. Ze zeiden, kan ik even met je praten. Ik wil graag dat je voor mij bidt. Mensen die kwamen bij mij als ze moeilijkheden hadden. Want ze wisten dat ze kwamen bij mij terecht. En ik bracht het voor de troon van God. En ik was er niet beschaamd over. Ja. En het was zo mooi, want het was een bemoediging eigenlijk voor hun. Ja. En uit hetzelfde ogenblik diende ik de Heer daar te wezen. Ja. Maar al die mensen die om me heen waren, waren niet gelovigen. Ja. Maar één voor één kwamen ze, langzamerhand kwamen ze wat dichter bij de Heer. En sommigen die kwamen tot de Heer. Ja. En dat is zo mooi om dat te zien. Ja. En dat is eigenlijk onze taak. Hè? Dat wij om ons heen een atmosfeer hebben van de Heer. Want wij zijn niet in deze wereld, of van deze wereld. We zijn wel in deze wereld, maar we zijn niet meer van deze wereld. We zijn in het koninkrijk van Hem. Ja. En ik zou je wel vertellen, als u niet in zijn koninkrijk bent, dan moet u dat zo vlug mogelijk doen als God met u bezig is. Hè? Als God met je bezig is, hè? Moet je altijd direct ja zeggen. Ja. Zo gemakkelijk. Ja. En daarom zeg ik, als God nou met u bezig is, hè, dan zeg ik ja. Zo, misschien is de Heer aan het werk in uw hart. En denkt u over die dingen na. En u hoeft alleen maar ja te zeggen tegen Hem. Het is zo eenvoudig. Hij maakt het helemaal niet moeilijk. Hij heeft alles al volbracht. Toen Hij aan het kruis hing, zegt Hij van, het is volbracht. Eigenlijk betekent het betaald in vol. De rekening is betaald. Alles wat u hoeft te doen is het aan te nemen. Pak het. En zeg maar heel eenvoudig en zeg maar mee na. Doe het maar. Zeg Heer. Oh, doe maar. Zeg Heer, Heer. Kom in mijn leven. Kom in mijn hart. Ik weet dat ik het verknald heb. Ik weet dat ik een zondaar ben. Vergeef me. Ik heb berouw van mijn zonde. Maak me een nieuw mens. Net zoals het zegt in 2 Korintiërs 5:17. Het oude is voorbij, het nieuw is gekomen. Was me schoon, Heer. Witter dan sneeuw. In het bloed van Jezus. Nu. En ik dank u daarvoor. Zeg maar, dank u, Heer. Dat u mijn Vader bent. En dat ik uw kind mag zijn. Voor eeuwig en eeuwig. In de naam van Jezus. Amen. Nou, Adi, als ze dat met jou en mij gebeden hebben, dan moeten ze het even iemand vertellen. Want in Romeinen 10, vers 9, dan staat er: als je zegt met je mond dat Jezus Heer is, gelooft in je hart dat God hem van de doden heeft verrezen, dan staat er: dan zult gij zalig worden. Je kan weten dat je weet dat je kind van God bent. Ja. En er staat ook in 1 Johannes 5, hè. Vers 13, ik zal het even lezen, want het is zo mooi. En daar staat dit aan, zo fantastisch. Vers 13, 1 Johannes 5. Ik heb dit geschreven, staat er in het moderne vertaling. Ik heb dit geschreven aan u, die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt. Je kan weten dat je kind van God bent. En dan kan je wel zeggen van nou, wat als ik dan weer zondig? Nou, voordat je dat begint te zondigen, moet je hem vragen je te helpen om daar overheen te komen. Maar als je het weer verknalt of verknoeit, dan kan je dit doen. Dat staat ook in 1 Johannes, staat zo mooi aan die. En dan staat dit, indien wij onze zonden belijden. 1 Johannes, het hoofdstuk 1, vers 9.
zo belangrijk. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Als wij het weer verknoeien, dan kan je weer naar hem toe gaan. Ja. En hem weer vergeving vragen. Ja. En dan is hij juist en gerechtig om dat toch weer te vergeven. Ja. Zo, je kan zo zeggen, nou misschien moet ik wel op het allerlaatste moment wachten, want dan weet ik dat alles vergeven is. Nee, dat hoef je niet te doen. Je kan hem vragen voor sterkte en voor kracht om de duivel te verslaan in jouw leven, zodat hij je niet meer verleiden kan, want hier is de strijd. En als je het weer mist, kan je weer naar hem toe gaan. Ja. Zo mooi, hè? Ja. Dat is toch wel fantastisch. Ja. Wat een getrouwe herder hebben we. Wat een getrouwe heer. Wat een getrouwe meester van ons leven. Adi, hè? Er komt een tijd dat je zegt van nou, ik ben moe. Ik ben te moe om te zondigen. Ik ben er moe van. Ik wil het niet meer doen. Weet je, Simon, ik wil even dit lezen. Dit zegt het zo mooi. Dit is aan Romeinen 8. En het zegt, wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie zal dan tegen ons zijn? God heeft immers zijn eigen zoon niet ontzien, maar hem uitgeleverd ter wille van ons allemaal. Zal hij, nu hij zijn zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven? God heeft ons uitgekozen en wie kan ons dan nog beschuldigen? God spreekt ons vrij van elke schuld. Wie zou ons kunnen veroordelen? Het zegt hier, Christus Jezus is immers voor ons gestorven. Wat nog belangrijker is, hij is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God. Aan de rechterhand van God. Waar hij ons belangen behartigt. Want wat kan ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukkingen? Nood? No. Vervolgingen? No. Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? En weet je, Simon, dat is waar, hè? Niks kan ons gescheiden van de liefde van God. Niks. God is altijd bij ons en met ons en helpt ons. Wel, Simon, weet je, de lessen van Handelingen 27, ja, dat ik eruit kreeg, ik weet niet wat jij eruit gekregen hebt, maar toen ik dat las, was dat dat uur reveals wat is in een man, hè? Wat er in het leven gebeurt, hoe jij daarna reageert, dan kun je zien waar wij van gemaakt zijn. Ja. En Paul was een prisoner en hij had niet veel te zeggen. So, je hoeft niet zomaar mensen die denken wel eens, nou ja, ik ben hier en ik heb niet veel te zeggen over hier. Geen één luistert naar mij. Naar mij. Mm-hmm. En Paul was in dat blok. Yeah. Yeah. Maar toen de problemen kwamen, kwam hij van het dark in het licht. Yeah. Toen kwam hij naar de voorgrond. Yeah. Hè? Yeah. Yeah. Het is net als jij zei van, toen je op je werk was, yeah, en dat er dan problemen waren, daar kwamen de mensen bij en die vroegen, kan je voor me bidden? Want ze wisten waar ze heen moesten. Yeah. Nou, dit gebeurde dan met Paul. Yeah. Hè? Yeah. En hij encouraged een ieder. Yeah. En hij was een blessing. Yeah. Wij kunnen, dat betekent dat wij, soms zijn we in situaties dat wij kunnen, God heeft ons daar geplaatst, zodat wij mensen kunnen blessen. Yeah. En encourage. Ja, je kan ze werkelijk want Paul gaf een hoop. Zijn, ja. En een zegen voor mensen. Ja, ja, want de Heer kwam bij hem en hij zei, Paul, je hoeft nergens over in te zitten. Ja. Want er zal niet één aan dit schip verloren gaan. Ja. En vertel dat de mensen en jij komt waar je moet wezen. Voor Caesar te staan. Zo, hij zei tegen die mensen die hadden zo de hoop al opgegeven. Die dachten, weet je wat, we gaan allemaal dood. Ze waren helemaal in de put, ze wouden niet meer eten. En Paul zei, hey jongens, hè, eten, laten we eten. Ja, en hij encouraged hem en hij zei, geen één van jullie zal verloren gaan. Maar ik denk dat Paul zelf ook wel gedacht had, van nou, wat doe ik hier eigenlijk?
Het staat er niet in. Nee, maar misschien heeft hij dat al gedaan. Ja, dat weet ik niet. Hij heeft het niet neergepend, hè. Maar het is best mogelijk. En, nou ja, dit is in Handelingen. Zo Lucas die heeft het geschreven, die dokter. Ja. Ik weet niet hoe hij dat allemaal wist, maar hij heeft het neergeschreven. Ja. En ik zei, wat vertel die? Misschien heeft hij het geschreven, geïnspireerd. Net misschien de Heilige Geest inspireerde hem om dat zo te schrijven. Ja. Maar wat heeft Paulus, nou wat of die engel niet gekomen was, die engel die kwam. Ja, maar Paulus misschien had dat echt even nodig, weet je wel. Soms dan zit jij in een situatie en dan denk je, wat doe ik hier eigenlijk? He? En dan plotseling. Dan hoor je van de Heer. En dan weet je waarom je daar bent. He? En deze situatie was niet erg bemoedigend. He? Nee. Ik bedoel, hij was op weg naar, ja. Hij was een gevangen en is op weg naar de gevangenis, ja. Daar in Rome. Ja. Maar moet je nagaan. Maar weet je, wat een zegen die man geweest is, Paulus, nu nog. Doordat hij al die gevangenisboeken, he, de prison epistles, he, heeft geschreven, ja. Hè, die ons nu bemoedigen en die ons laten zien, hè, eigenlijk een beetje achter de schermen, wat God aan het doen was in zijn leven en door hem en met hem en voor hem. Ja. En dan zeg je, wauw, wat fantastisch. Maar ja, de drie dingen dat ik zie met Paul, had, eerst hij had faith in God, ja. Hij had een geloof in God, hij wist wie zijn vaste burger was, dat, ja, was de Heere. Ja. Hij had ook een goed geweten, het, ja, zegt. Ja, een schoon geweten. Een schoon geweten, zo. Ja. Hij kon, de Heer kon met hem praten, hij wist dat. Hij, ja. En hij deed wat de Heer van hem vroeg. Ja. En hij had ook een hoop, ja, in de Heer. Ja. Hij, ja, zag uit naar God. Ja. He? Een geloof in God. Ja. Zo, hij had het oog op de Heer. Ja. Hij had het oog niet op zijn omstandigheden. Nee. Nee. Zo, hij kon altijd het goede zien, ja, in de omstandigheden. Ja. En dat is een geweldige bemoediging. Ja. Zo, dan kan hij werkelijk ook zoals hij daar in die brief van de Romeinen schreef. Hè? Ja. Of dit gebeurt, of dat gebeurt, of zo. Hè? Ja. Niks kan mij weerhouden van de liefde van God. Ja, dat zegt hier ook in Hebreeën 7, 6, 19, dat zegt hier. De zekerheid dat wij gered zullen worden is een sterk en betrouwbaar anker, ja, voor ons leven. Ja. Daardoor zijn wij verbonden met God zelf, ja. Ja. Achter het gordijn van de hemelse tempel. Ja, ja, ja. Zo dan weet je wat er achter de schermen gebeurt. Ja, dat is een hoop. Achter het gordijn van de hemelse tempel. Mooi, hè? Wat fantastisch. Ja. Ja, het is zo mooi, hè? Maar wij zijn bijna aan het einde van het programma. Moet afscheid nemen van de mensen. Mm-hmm. Ik weet niet of u het weet, maar Adi en ik hebben zo'n zegen deze programma's te doen. Hè? Ja. Want en ik hoop dat u een zegen heeft om daarna te luisteren. Ja, ik hoop het ook. Zo, laat ons even weten. Waarom zendt u ons niet een e-mail? En we willen graag horen wat. Ja, misschien heeft u suggestions. Of misschien zegt u, heeft u iets dat u kwijt wil. Of misschien heeft u gebed nodig of een vraag nodig. Mm-hmm. Of, ja, dan e-mail ons. Dat zouden we zo fijn vinden. Ja. Zo. Ja. Wel, Simon, ik zou zeggen van. Wel, Gods rijke zegen. En tot volgende week. Ga met God. Dan ga je goed. Ga je goed.